Ik denk na een kwartier stonden we al meteen al achter. En, ja, ik had ook niet het gevoel dat we er onderuit konden voetballen eigenlijk. En ja, ik denk dat zij gewoon beter waren. Ze sprinten alles bij elkaar en ja, we kregen geen rust. Maar waren jullie daardoor verrast? Want ze spelen wel vaker zo. Nee, helemaal niet. Want de trainer zei ook van ja, je moet weten wat er te wachten staat. En het kan zijn dat ze inzakken, maar het kan ook zijn dat ze vol druk zitten. Wat ze eigenlijk ook doen in hun competitie natuurlijk. Dus nee, dat was geen verrassing. Nee, jullie hadden echt geen idee wat er tegenover te zetten, hè? Nee, we wisten het echt niet. En eigenlijk eerste helft hadden zij ook betere kansen. Of tweede helft bedoel ik. En ik denk dat we de laatste 3 minuten wat beter waren. Wat gaat er mis bij die penalty? Ja, het was... Ja, het ging daarvoor al fout en ik kwam over naar die linksbuiten dan en ja, ik dacht dat hij ging schieten en ik zette de slijding in. En ik probeerde met mijn linkerbeen nog die bal te raken en ik tikte hem net weg en ik kraak zijn voet. Ja. Het is een overtreding, maar het viel wel makkelijk. Ja. Dan wordt het 2-0 en dan wordt het 3-0 van de 50 meter afstand. Ja, en dan sta je een klein beetje voor paal in eigen huis, hè? Ja, 3-0 in de arena, dat is... Niet leuk en schande is het ook weer niet, maar het was wel een totale off-day. Ja. Nou ja, schande is misschien een heftig woord, maar het was wel opvallend, zeg maar. Het was opvallend en we hadden het ook totaal niet verwacht eigenlijk. Want het is niet zo dat we dachten van nou, we gaan even lekker winnen. Nee, we wisten dat het een goede ploeg was. Ze staan volgens mij 14 punten voor of zo in de eigen competitie. Maar we werden wel verrast de eerste helft, zeker. En ja, zij waren gewoon beter. Wat valt er dan nog te repareren in de rust? Ja, dat je trainer zei, hoe noem je dat, je gezicht rechten, zeg maar. Je gezicht rechten? Ja, hoe zei hij dat nou ook alweer? Nou, je rug rechten? Nee, hij zei van... Geen gezichtsverlies leiden verder? Nee, dat zei hij helemaal niet. Nee, hij zei gewoon van ja, ook voor het publiek. En je moet gewoon nu laten zien dat we er wel moeten staan. En andere eerste helft in ieder geval. Ja, en dan aan het eind van de tweede helft mag je eigenlijk nog blij zijn dat het niet een nulletje of 6 is of zo. Ja, kijk, eerste helft waren ze gewoon beter. Tweede helft eigenlijk ook, ja. Maar wel wat minder grote kansen dan de eerste helft. Maar ik denk als ze het goed uitspelen, dat ze misschien wel een 4-5 als je niet uitkijkt. En gelukkig voor ons was dat niet het geval. En ik denk dat je de laatste 3 minuten, als je het dan nog maakt, wordt het nog spannend. Maar ja, het is niet zo dat we het nu opgeven. Ik bedoel, als je snel de 1-0 maakt daar, kan er van alles gaan gebeuren. Ja, Frank de Boer had het nog over dat hij wel de Europa League zou willen winnen. Heb jij daar nog hoop op? Ja, tuurlijk. Kan altijd. Ik weet ook nog Liverpool tegen de Champions League of zo. Stond ook 3-0 achter. En die won uiteindelijk ook. Dus ja, waarom niet? Ja, maar eerst even AZ nog, hè? Tuurlijk. Kijk, nu gaan we gewoon ons richten op AZ. En deze wedstrijd snel vergeten. Wel evalueren natuurlijk. Maar gewoon lekker richten op zondag. Je bent wel nog redelijk ontspannen voor een 0-3 oorwassing. Ja, ik ben teleurgesteld. En zeker de eerste goal, ja, dat mag ik mezelf aanrekenen. En nou, wat je zegt, 3-0 in de arena is niet echt... Is niet positief om het zomaar te zeggen, maar het is gebeurd en we moeten nu verder naar zondag. En we mogen laten zien hoe we reageren op dit.